2013 belooft voor Renault Trucks een bijzonder boeiend jaar te worden. In Brussel presenteert de Franse constructeur alvast zijn Euro 6 motoren. Maar de climax volgt in juni, met een volledig nieuw gamma voor lange afstand, distributie en bouw. Voorts pronkt Renault Trucks op Truck & Transport met zijn campagne All for Fuel Eco. Een verzamelnaam voor alle brandstofbesparende technologieën die de Franse constructeur op zijn voertuigen aanbiedt. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat al die technologieën samen een besparing tot 6,4% kunnen opleveren. Om die besparing te realiseren, teert Renault Trucks op zijn inmiddels welbekende Optifuel-programma. Meer dan ooit legt Renault Trucks de focus op aerodynamica en gewichtsbesparing om nog minder brandstof te verbruiken. Ook het vermelde waard is het Optiroll-pakket, dat voortaan standaard is op de Renault Premium Optifuel. Dat pakket omvat een slimme snelheidsregelaar met vrijloopfunctie die de optimale balans zoekt tussen koppel en rendement en die vooral in heuvelachtig gebied het best tot zijn recht komt. Door het schakelgedrag van de OptiDriver Plus versnellingsbak beter af te stemmen op het traject dat de vrachtwagen voor de wielen geschoven krijgt, kan alweer 1% brandstof uitgespaard worden.